Welkom bij deze speciale video. Vandaag ga ik mijn eerste giveaway op YouTube doen. Waarom ga ik dat doen? Nou, ik heb een tijdje terug al gezegd: zodra ik de 500 abonnees heb op mijn YouTube-kanaal, dan ga ik eens iets leuks weggeven. Nou, dat ga ik dus vandaag doen. Ik heb voor jullie een leuk doosje gemaakt. Het doosje is nu nog. Leeg. Maar ik ga dit doosje vullen met uh, leuke kerstkaarten en nog andere leuke dingen waar jij zelf ook lekker mee aan de slag kunt. En um, ik doe dat omdat ik gewoon ontzettend blij ben met elke abonnee die ik heb. En um, ik ga dit ook nog wel vaker doen. Ik mag namelijk graag dingen voor iemand maken en ik vind het nog leuker om dingen ook weg te geven. En um, dit is mijn blijk van waardering aan jullie... Nou, alles wat ik nu straks ga vertellen kun je ook onder in de beschrijving van deze video nalezen... wat moet je doen om dit leuke doosje te winnen... Nou, als eerste moet je natuurlijk geabonneerd zijn op mijn youtube kanaal dat is logisch en daarnaast moet jij een comment plaatsen... een opmerking en daar zijn uh, bepaalde ruimtes voor. En het ligt er een beetje aan op welk uh, iets jij jouw YouTube-filmpjes kijkt. Kijk jij op een tablet, op een computer, op een telefoon? Het, het werkt allemaal weer een beetje anders. Nou, maar er is dus een ruimte waar jij opmerkingen kunt plaatsen. En plaats daarin een opmerking. En eigenlijk maakt het niet eens zo heel veel uit. Welke opmerking jij plaatst, daar gaat het ook niet om. Er wordt gewoon random iemand uitgetrokken die een opmerking heeft geplaatst. Ik ga natuurlijk wel nakijken of hij of zij uh, geabonneerd is op mijn YouTube-kanaal, want dat is natuurlijk een must. En uh, hij of zij wint dan dit leuke doosje. Dus plaats die opmerking. En dat mag echt van alles zijn. Wil je nog iets zien uh, wat ik voor jullie moet maken, zodat jullie kunnen zien hoe je dat maakt? Uh, heb je iets anders wat je mij nog wil laten weten? Zet het er gewoon in. Ik vind het allemaal leuk om te lezen. Ik ga ook alle reacties lezen. En ik ga ook beantwoorden als het nodig is. En uh, je mag er dus ook rustige vragen naar mij uh, toe inzetten. En dan ga ik hem beantwoorden. En uh, maar ik doe dit omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind dat jullie abonnees zijn op mijn YouTube-kanaal. En ik maak de video's voor jullie gewoon ook om jullie te laten zien dat het echt niet zo moeilijk en ingewikkeld is wat ik doe, en jullie kunnen dit ook. En ik probeer met materialen te werken die uh, waar iedereen ook aan kan komen, uh, waar iedereen mee kan werken, en ik laat gewoon zien dat het echt allemaal niet zo moeilijk is. Uh, goedkope materialen kun je prima mee je voeten, dus ook met een klein budget kun je hele leuke dingen maken. Nou, dat is wat ik altijd laat zien in mijn uh, gewone video's. En uh, deze video is dus echt een korte video. Ik wil dus een giveaway gaan doen. Dus abonneer je op mijn videokanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Geef een comment, een opmerking en, uh, en dan ding je automatisch mee. En dan kun jij dit leuke doosje gaan winnen. Nou, Onder in de beschrijving kun je alles nog rustig teruglezen... Uh, er staat in tot wanneer jij kunt reageren... ik ga namelijk een week lang iedereen de tijd geven... Uh, volgende week zondag uh, dan sluit de giveaway en ik ga daarna ga ik bekendmaken wie dit doosje heeft gewonnen... dus wacht er niet te lang mee... Uh, ga je na die tijd reageren? Kan natuurlijk altijd. Hè? Alleen ding je niet meer mee voor deze giveaway. Maar je mag altijd een comment achterlaten. En uh, ik lees alles. Ook al komt er nog een uh, comment op een hele oude video. Uh, ik krijg dat te zien. Ik krijg daar een melding van. Dus uh, uh, je mag altijd reageren op deze video. Maar om echt met de prijs mee te dingen, heb je gewoon een week de tijd om te reageren. Lees alles nog even na onder in de beschrijving van deze video. En uh, doe mee met deze leuke giveaway. Ik hoop tenminste dat jullie dit leuk vinden. Vinden jullie dit leuk? Geef ook eens een duimpje omhoog. En uh, dan zie ik dat jullie dit leuk vinden. En uh, dan ga ik ook vaker nog eens een giveaway doen. Want ik vind het leuk om dingen weg te geven. En. Uh, ik heb geen merk achter mij staan, ik heb geen webwinkel achter mij staan. Ik moet alles zelf betalen, alles zelf bekostigen. Dus ik ga de giveaways op mijn manier doen. En ik hoop gewoon dat jullie dat leuk vinden. Nou, ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie ook snel terug te zien bij een gewone video van mij. Dus dankjewel voor het kijken. En graag tot snel.